Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites. Welkom eigenlijk een nieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet. Een Shiny Cage Lock met Sandring van Gaming is B. Deze grote ga ik in de cage match gebruiken, 100%. Paddy? Oh. Nou, deze die je nu op het scherm ziet. Oh, die op het scherm ziet. Ja, maar ik word weer geheeld door die bitch. Waarom? Jij ziet hem niet op het scherm. Daar heb ik best voor gekozen. Weet je wat handig is? Na deze aflevering is het klaar. En dan bij de volgende cage maker weet ik precies wat je gaat inzetten. Dat is wel funny. Misschien doe ik dat wel expres en is het helemaal niet waar. Wacht, waar zijn... Heb ik geen honies meer? Weet ik niet. Waar zijn mijn honingen? Sandery! Oh, ik dacht even dat die Froakie shiny was, maar hij was cool. Die wil ik wel. Een Slugma? Dan hebben we weer dezelfde Pokémon, dat hoop ik eigenlijk niet. Ondanks dat ik heel erg hoop op Slugma, want Slugma is een prachtig Pokémon. Ik wil niet hetzelfde als jou. Wacht, ik wil verslaan met een ander team, even. Niet met hetzelfde team. We hebben wel een paar teammates die verschillen, denk ik. Jawel, joh. Middels. Yo, weer Nummel. Een Nummel. Nummel, Nummel, Nummel. Nummel, Nummel, Nummel? Ja. Force Palm on the Moeder. Forcing the Palm. Yo, hey. Die is wel vet. Ik ga Paddy waarschijnlijk niet gebruiken, maar hij is wel vet. Eerlijk is eerlijk. En wel een ander Pokémon dan jij hebt. Precies. Dus... Daar doen we het allemaal voor. De game heeft geluisterd. Ja, hij is best grappig. Ik vind hem leuk. Ik vind hem vet. Vooral ook dat groenige en zo. Ja. Ja. Een beetje dat asset-achtige. Ja, dat vind ik leuk. Vind ik leuk. Of radioactiviteit. Er is altijd radioactiviteit. Precies. Dat is van Ernst en Bobby heen. Ernst Bobby. Maar is dat niet ook van de rest? Oh, dat is ook van de rest. Hoe wist je dat? Hey, hè? Ja, hij heeft het nu weer. Evolving. Beboeplap. Of doe je zonder beboeplap? Ja, dat is voor jou een vraag. Voor mij een weet. Misschien ga ik beboeplap wel gebruiken in de cage match. Ga ik misschien in de cage match zitten? Nou, doe eens even normaal tegen mij, Sandring. Ja, ik heb je wel door. Doring. Oh, ja. We hebben featuring? Featuring. Yo, het werkt. You do be sleeping. Grating the balling. Ik kan ook gewoon Pokeball trouwens gebruiken. En ik kan eventjes speed down. Dus tegenovergesteld van speed up. Wat? Wat doet hij bij jou gek? Ja, hij heeft rare... Rare shadows. Ja. Wie is toxic in Inazuma 11? Noem me gewoon Inazuma 11. Dat is toxic. Die is best wel Nee, wacht. Hoe heet Xavier. Die? Callum of Caleb? Shit. Caleb? Ja, Caleb. Caleb. Caleb Stonewall. Dat was hem. Caleb. Die is best wel toxic. Ben het collabing met Caleb? Ja. Nou, Caleb is toxic. Oh ja, ik zou hem Paddy noemen. Kut. Nou ja, nu ben je in ieder geval nog gebleven bij Trent. Consistent op de Alaskan Bullworm. Hier, oh ja, nee, hier mag niet.
Charmarine? Yamperee? Yamperee? Ja. Waarom denk je dat het naar Yamper vernoemd is? Dat is met een reden, denk ik. Nee, verkeerde knop, Sandring! Niet de verkeerde knop. Tip, doe niet. Lanning. Ik heb nu al zin in jouw blinde doolhof. Wat zeg je? Oh, nee, niks. Ja, trouwens, als dit uitkomt, Sander, dan hebben we dat al lang gedaan. Dan hebben we het waarschijnlijk al wel gedaan. Weet je wanneer dit uitkomt? Nee. In juli ergens pas. Bro, dan had ik het ook wel gewoon in de aflevering. Ja. Ik had daar niet aan gedacht. Ja, nee. Maar ja, dan hoop ik toch wel dat we een keer tijd hebben gevonden om dat te doen, ja. Ja, ik was ook vergeten dat ik daar niks over mocht zeggen, maar... Mag wel. Okay. Ja. Ik was gewoon even excited. Ja, mag wel. Ik vind het ook leuk. Ik ben er ook heel erg hyped voor. 9 staart. Dus. Of 9 verhalen, het is maar net hoe je kijkt. Voor de mensen die de video graag willen zien. Hij staat online op mijn kanaal. En moet je eventjes opzoeken onzichtbaar bordspel of iets in die trant. En dan vind je hem wel. Precies. Dus ja, nee, dat... Dat is ook wel leuk, Ik ben heel benieuwd hoe die gaat. Een bacon? Wat kan ik het best tegen bacon doen, weet jij dat? Lettuce en tomato. Oh, ja. En 2 broodjes. En 2 buns. Oh, je had met Noibet een dragon aanval kunnen doen. Maar ja. funny. Hij heeft geen dragon aanval. Ja. Daarom zei ik funny. Smeller bee. Bee the smeller. Bee the leaf. I smeller believe I can fly. Oh, ik lach. Omdat het triest is. Ik ben blij dat je dit door hebt. Maar hey, we gaan even het tsunamietje. Ik had deze ook naar die ene gast met 1 oog. Was het niet van Exos ouder? Oh nee, dat waren die 3 J's. Wacht wel. Wie was die Cyclops? Er was zo'n team en die kon Inazuma 11 bevriezen. En de ace van een team die had 1 oog. Oh ja, dat klinkt heel leuk. Dat was wel vet. Nee! Cutscene tijd! Nou, hij doet zijn naam wel eer aan. Die scene is pittig kut. Dat is zeker hard, Ik heb het nog nooit zo kut gezien, denk ik. Sorry dat ik ga speeduppen, maar voor deze mag het, vind ik. Vind je dat? Als je gaat haten, dan vind ik ook dat je deze cutscene moet leuk vinden. Ik mag tegen de lelijkste Fire Last Evo die er is. Woo! En in deze game al helemaal. Het enige wat nog enigszins oké was, dat Fire Necky, heeft hier ook verloren. Dat was het enige wat nog een beetje oké aan zijn sprite was. Echt zonde. Ik wou echt dat ze weer terug gingen naar de 2D sprites. Al moet ik zeggen, ik vind in Scarlet en Violet is zo veel beter dan in deze games. Ja, in deze games vind ik het ook wel oké hoor. Typhlosion is wel minder, maar... Nee, de meeste vind ik niet. Maar hey, ieder zo zijn mening. Ik vind deze games niet zo heel nice, maar... Vind je deze games niet nice? Ja, deze games, de sprites. Of de models. Ja, ik speel wel met touch-up Citra, zeg maar. Dus dat het wat minder blokkerig is. Dus, want als ik de origineel speel, zeg maar, dan heb ik ook wel een beetje dat ik denk van, Ja, precies.
Ja. Ik weet niet. Bij Scarlet en Violet zie je echt die textuur. Ja, Scarlet en Violet, je kan daar alles over zeggen, maar ze hebben wel hele goede sprites. Ja. Ze hebben hun best gedaan op de models, zeg maar. Ja, je ziet bij Ursaring zie je ook echt fur, zeg maar. Als ja. En bij, hoe heet het? Weer Magnitude 10. Bij McCargo is zijn schelp heel vet. Ja, en de steel types, is de steel ook reflecterend? Als in, ja, hè, het reflecteert. Ja, wat moet ik daar nog mee aan zeggen? En bij Sviper, nooit gedacht dat ik enthousiast zou zijn over Sviper, maar bij Sviper, heel vet, heeft hij allemaal van die schubben. Dat is wel dat vet, was ja. Het eerste sprite waarvan ik, die ik zag van Scarlet the Fire, dat ik dacht, holy damn, dit wordt vet. Toen bleek het vol met bugs te zitten. En dan bedoel ik niet Rellor en zo, maar als in... Die zaten er ook in, die zaten. Ja, die zaten er ook in. Daar niet van, maar ik bedoelde eigenlijk de bugs van de game, van de, ja, van de, ja, bugs van de ontwerp. Internet-technologische bugs. Wow. Ja, mogen we hier ook al zo'n Pokémon in vangen? Ik weet niet waar je bent. Bij een Ace Trainer, blijkbaar. Oh, ik weet wel waar je bent. Ja. Je mag daar zo meteen ook een Pokémon vangen. Hey, Brooke. Dat doet me denken aan de vorige aflevering. Vaag. Ik denk zomaar dat een van onze... Wat? Heb jij deze vorige aflevering verslagen soms? Ja. Brooke. Ja, dat dacht ik al. Ik denk wel zomaar dat wij een van ons toch wel met een shiny Spinda wegloopt. Heb ik nog geen honey gehad. Hey, dat is wel de enige shiny Spinda waarschijnlijk. Wat verkoopt hij? Niet veel kans dat je dezelfde shiny Spinda hebt, technisch gezien. Dat ga je dat ook doen, dat die sprites verschillen? Op basis van de dots? Nee. Teleurstelling. Nee. Nee, dat valt wel mee. Gewoon nee, Sam. Valt wel mee, hoor. Dat het de teleurstelling was, bedoelde ik eigenlijk. Dat wel mee viel, maar... Nee, oké. Okay. Oké, shiny Skarmory incoming. Yo, dat zou heel seeking zijn. Dat ga ik toch niet. Oh, jij bent daar nu aan shiny hunting. Daar ga ik niet shiny. Ik ga daar nu pas beginnen, hè, met shiny hunting. Oh, maar dan loop ik helemaal niet zo heel ver achter. Ik ben ook in die asroute. Je weet, het is een grapje, Sandring. Easy. Ik ben letterlijk 2 stappen voorbij van die asroute. En ik krijg deze klote bro guy. En dan ga ik ook nog intimidaten. Dat is wel cool trouwens. Dat is wel cool. Oeh, Larvitar zit er ook. Je mag speed up, hè? Ja, dat ga ik nu ook doen. Maar ik ging eerst even kijken wat er zat. Zeg ik niet dat dit verkeerd was, hoor. Maar... Ja, nee. Nee, oké. Flame burst. Bursting de targets dus wel. En lava. Oeh, Charmander? Wat? Oei. Allemaal Pokémon die ik niet per se nu in mijn team ga doen als ik ze krijg. Het is me also burn. Dat is wel goed. Het is wel slechter dan... Oh nee, die is beter dan Flame. Oké. Okay. Earthbound. The Power Rain. Come on, Bing. Allemaal? Spuit. Ja. Not glibberige monster. Glibberige monster? Je moet wel zeggen dat de encounters hier voor mij allemaal een beetje zijn van mij. Ja, dat kan. Dat toch voor laag doen. Nee, doe niet, gozer. Of gozer in, dat weet ik niet. Gozer of gozer in. Gozeret mag ook. Klinkt bijna als wasseret. Of Toadette. Toadette, oh ja, dat ken ik. Tornado is al level 29, die gaat sowieso over de level cap heen. Klote zo.
Alhoewel, we zijn hier. Is hiernaast Fall Harbor Town of is dit nog steeds niet? Dit is niet waar de vierde gym is, nee. Dat duurt nog even. We moeten eerst nog naar Meteor Falls, hè? Oh, Jesus. Oh, dan ga ik sowieso overleveld zijn. Met een aantal Pokémon. Dat is heel naar. Zie je wel, dit is de asroute. Ja. Ik zei toch dat ik 2 stappen verwijderd van was. Dan moet ik zeggen, heb ik wel 10 stappen gelopen, maar dat boeit even niet. Hield ze me nou hier ook weer? Ja. Ik helemaal teruggelopen. Klote zooi. Dat is echt wat ik net nog zei. Echt? Oh. En dat heb ik niet gehoord, omdat? Omdat jij Larvitar is wel vet, trouwens. Ja, maar die ga ik ook niet gebruiken, want ik heb zo meteen al een rock Pokémon. En een dark. En een dark Pokémon. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik zou overwegen om Mightyena weg te doen voor Larvitar, denk ik, maar oké. Okay. Ja, maar Mightyena heeft een revive. Oké. Okay. Maat. Schijn voor mij. Shine on. Ik weet niet hoe het liedje verder gaat. Yo, Pokémon. Allemaal. Schijn op de gloed. Dat is niet hoe dat liedje werkt, volgens mij. Honing! Ik zou Charmander wel graag willen zien hoe die shiny is. Mm-hmm. Maar eerlijk zou ik hem niet in mijn team doen, want ik heb al een aantal flying types. En ik wil eigenlijk liever Numel gebruiken dan Charmander, dan denk ik. Ja, net als dat ik graag liever Magargo wil gebruiken dan Charizard straks. Ja. Look at Magargo. Alhoewel, Charmander kan wel super evolven. Super evolven, is dat nieuw? Mega evil. Oh, ik zag sparkles. Bij jezelf, hoor. Oh, kut. Ik ben gebeten door mezelf. Geprankt. Nee, niet Summary. Ik weet wat die kan. Summary! Hoe kan het? Ik zit echt al over odds, joh. Dat is echt al mijn 5e keer. Wow. Dat is echt niet normaal. Het is niet normaal. Oh nee, wacht, je moet 20 keer. Doen. Alsnog zit ik over odds, vind ik. Ze zijn wel 1 level hoger trouwens dan de vorige hoort. Hoort het? Hoort het zo? Ja. Ja. Volgens mij wel. Maat, waar is mijn schijnende Pokémon? Maat, waar is mijn schijnende Pokémon? Daar. Daar. Ja, jij gaat er ook niet naartoe. Je blijft in dat hoekje, hè? Je blijft in die kant. Gaan we nou lollig lopen doen? Je blijft aan die kant. Waarom doe je dat nou, Milan? Gaan we nou lollig lopen doen? Huh? Nee. Are we going to be lolliging? Ja, ik heb die broek aan. Ja, ik had al in de gaten dat je de Smarty Pants niet aan had, dus moest je wel een andere broek aan hebben. Hey, trouwens, sinds je het gezegd hebt dat we vanaf aflevering 2 deze sessie zonder dom doen, heb ik volgens mij wel zonder dom gedaan. Ik heb de cage match helemaal gewonnen en zo. Ik weet niet. Give it time. Dus ik heb gewoon geleerd van mijn fout, weet je? Gewoon standaard zonder dom. Als we met dom doen, dan zeg je het. Zo is het nu. Oké. Okay. Ga ik vlak voor de cage match dat zeggen? Oké. Okay. Ja, doe maar. Ga ik weer ghost type doen of een normal type? ik hou mijn leven.
Ik ben zo hyped voor dat onzichtbare bordspel. Ook juist omdat er allemaal referenties terugkomen en zo. En ik vind dat leuk. Dat is ook waarom ik het met YouTube mensen per se wil doen. Dat die je dan snappen. Ja. Maar jouw neefjes zullen het dan toch niet snappen als je het met hen gaat testen? Een paar wel. Ja. Mijn neefjes kijken sporadisch iets. Soms zijn ze wel eens bij de stream, komen ze wat checken. Dus ze weten wel iets en... Ja. Ze, ja, bepaalde referenties weten ze wel. Misschien niet allemaal, maar... Een slugma weten ze wel, zeg maar. Ja. Een kalmi slugma. De epom zullen ze misschien niet meteen snappen. Een epom referentie. Maar... waarschijnlijk als ik begin over mijn internet crush, dan weten ze ook al wie ik bedoel, zeg maar. Party Arlie. Yo, geef me nu exposure. Nee. Ja. Nee. Ja, precies. Dus ze weten wel een aantal dingen, alleen niet alles. En de hele Ing meme kennen ze ook wel inmiddels. Lekker. Vonden ze toen ik op vakantie met ze was heel grappig. Ja? Yeah? Want ik zei het soms. Terwijl het gewoon in normale zin en dan zei ik soms toch een Ing-woordje. Dat vonden ze dan grappig. Maar het was ook wel grappig. Ik moet zeggen, nu... de Ing... nu is dat wat minder. Maar toen was het ook echt... Dat was vorige zomer. Toen was het echt erg. Toen hebben wij ook heel veel opgenomen waarschijnlijk. Of zo. Nee. Maar toen was het echt extreem erg. Dat ik op school ook af en toe Ing zei. Dat gebeurt nu niet zo vaak. Soms zie ik wel een Ing-woord en dan denk ik, yo, Engels leenwoord. En dan heb ik je, yo, belangrijk nieuws, breaking news. Ik heb een Engels leenwoord gevonden, maar het is niet meer dat ik iets zeg en dan prang ik een Ing erachter plak. Onbewust. Ing. Onbewust Ing, ja. Honey, geef mij een shiny, anders word ik boos. Bij jou lukt die dus ook al niet. Nee, dit is een moeilijke. Zullen we zien, straks een spinda of zo. Dan ben ik in ieder geval van deze route af. Sander, dat is toch geen spinda? Yo. Hij ging bij mij even kapot wezen. Ja. Hij ging even glitching. Hé, hey, een sandroot. Ja, nee, ik heb ook al een ground type. Dus ook voor Sandshrew hoeft het niet. Hey, wayo. Ah, fuck. Ik wil die Squirtle. Ik kan wel, trouwens. En Skarmory. Dit is wel een... Dat is een nieuwe... formatie, zeg maar. Die heb ik nog niet gezien. Het lijkt de politiek wel een hele gekke formatie. Wordt het... Hier is het tenminste nog een formatie. Dat is waar. Hé, hey, wij krijgen hem ook over 15 jaar. Wow. In Nederland bedoel ik dan, hè? Mm-hmm. Hoezo, vind je dat wat te snel? 15 jaar. Nou ja, als het even volhoudt tot de nieuwe verkiezingen, dan... Ja. Honing. Ik ben benieuwd hoe lang het nog gaat duren, ik denk. Tering, man. En tering is een Engels leenwoord. Ja, tering is een Engels leenwoordje. Ja, lekker. Yo, weet je wat niet lekker is? Dat ik een fucking shiny krijg. Ik wil niet haten, maar... Je doet het toch? Waarom hebben ze geen ander kleurtje? Wow, dat is gewoon racist. Nee, zo van als ze zwart zijn, dan wil ik ze juist hebben. Ja, maar dan blijft het alsnog kleurenvoorkeur. Dat blijft een kleurenvoorkeur, maar... Is Shiny echt een ras, though? Ja. Ik zou zeggen dat... Ja, oké, misschien wel. Duurt lang. Staan hier al een tijdje. Toen de wereld hem het meest nodig had, verdween die volgens mij.
Dat denk ik ook. En wij hebben hem het meest nodig. Wanneer de avatar hem het nieuws nodig en het meest nodig had, verdwenen. Nou, 100 jaar ging voorbij. Zie, het klopt echt precies. We zijn hier al 100 jaar aan het shiny hunten. Dat is tant hoeveel jaar. Inmiddels is die formatie wel gekomen. Zo lang zijn we hier al aan het shiny. Hey, shiny Spinda! En hij is ook niet heel mooi of zo. Nou, ik vind hem ook niet lelijk. Hij is ook niet echt lelijk, maar hij... Hij had wat meer zwart mogen zijn in plaats van vies paars, donkerpaars bedoel ik. Ik weet niet, ik vind hem wel oké. Voor een Spinda vind ik dat hij er goed uitziet. Voor een Spinda ziet hij er goed uit. Ik zit niet mee. Dat klopt. Bij jou is hij al terug. Nou, nu heb je hem al. Weet jij even boos of zo op ijs? Wat zeg jij? Weet jij zo net boos op ijs of zo? Want bij jou is de avatar wel teruggekeerd. Snap je hem niet? Of? Ja, het is gewoon heel ver gezocht. Nah. Het is best iconic moment. Katara wordt boos op ijs en dan... Zegt ze nog net niet dat ze aan de moeder denkt? My mother used ice. Oh, dat is echt veel beter dan die oude shiny trouwens. Mm-hmm. Vies groen. Kotskleur. Nee, letterlijk kotskleur. Klote zooi, ik wil gewoon een shiny. Ik wil zometeen de aflevering ringen. Waarom niet bij de PC trouwens? Wat de fuck is dit nou weer voor onzin? Wat? Je mag niet bij de PC. Jawel, dat mag wel. Ik doe heel even hem in de box en dan gaan we de aflevering ring beëindiging. Unboxing? Oh nee, inboxing bedoel ik. Inbox. Welkom bij deze inboxing video. I'm gonna stop. Spinda in de boxing. Sandring wil de aflevering beëindiging. Nu krijg je een shiny. Oh, Sandring. Nee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.